Hey yo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, vandaag gaan wij de Killing Fields doen. Oké, even kijken. Kunnen we alweer wat upgraden? What the fuck is dit? Wat? Oké. Nee, ik wil eigenlijk deze. Of deze. Brimstone damage over times effect last longer. Oh ja, ja, deze wil ik uiteindelijk. Deze is echt goed, denk ik. Ja, of deze. Deze kunnen ze wel killen. Maar dit zal enorm goed zijn. Nee, ik zie wel wat ik moet doen. Eerst even zien. Killing Fields, oké. Decoy. Ja, oké. Die vallen dus aan en dan explodeert de meuk. Oké. Sure. Nou, B. Spelboek. Oké, ik wil die. Windbelt hoeven niet, hebben gereed aan. Ik wil die en ik wil die. Dan wil ik die. En dan wil ik die. En dan wil ik, die. En die en die, denk ik. Ja, is goed. Wat is dit? Armored Orc. Takes tons of punishment counts for 10 Rift Orcs. Dat is dus gewoon een oger in principe. Oké. Nou, sure. Oké, we hebben twee dingen redelijk ver af. Dus dat is nice. Daar kunnen we dus wat mee doen. Wat zullen we doen dan? Ik denk gewoon deze. Lijkt me logisch. Mijn favoriete trap in de hele game. En dan hier twee. Zo. En dan nog eentje daar. Is goed. Go. God, nee hè. Jezus. Dan kunnen we weer helemaal daar naartoe. Geweldig. Oh, you shouldn't spoil me like that with kills. Bevriezen tijd. En brandtijd. En bevriestijd. Zelf veel orks, hè. Ja, branden. En bevriezen. En branden. Dood, zeg ik toch, mens. Holy kut, ze zijn nog vlak bij de rift hier. Jezus, we zijn gewoon twee levens al kwijt. Kut. Oké, nou moet ik hier de strips neerzetten, want anders komt het niet goed met mij. Zullen we gewoon zo'n pallet er niet neerzetten? Ik wil wel eens kijken hoeveel dat doet. Zo, oké, dan kan ik die pallet er straks wel ondersteunen met meer traps, maar... Ik wil eens kijken of zo'n pallet dan echt gewoon een goede eenmanstrap is. Zeg, wat is dit nou? Waarom zijn jullie vrij hier zo? Stieren de rierels. Branden. De dingen zijn wel sterk. Telefoons, geweldig. Oké. Nou, eens even zien. Nou moeten we hier die paladin gaan ondersteunen met meer traps. Hi paladin. Ja, ik wist wel dat het op deze kant zou komen. Oké. Oké, dan wel. Riftrunners. GG. Nog even zo'n ding. Oh god, ze sniper de paladin. Paladin heeft een schild! Yeah! Jongen, ik ben gewoon een fucking goed team met die paladin. Die paladin is een tank! Kijk eens aan, paladin, jongen, we zijn een goed team. Ik noem die paladin vanaf nu Karel. Laat die paladin maar rust. Hoeveel helft heeft hij nog? Nou ja. Oh shit, gek! Ze komen al bijna bij de rift. My god. Ga dood jullie. Ga dood, ga dood. Nee. Jullie gaan niet bij de rift komen. Dat gaan we niet doen. Oké. Zwaarden. En helen.
En vuur. Heel veel vuur, oké. Ik heb meer traps hier nodig. Ik kan ze samen aan met die paladin, alleen ik heb hier gewoon meer traps nodig. Laten we gewoon meer van die dingen doen. Dit lijkt mij de beste manier om met die orks af te rekenen. Gewoon pak ik veel van die dingen. Even kijken, hier kunnen ze... Oh, dit is binnendoor. Dat is handig. Hi paladin, oftewel Karel. Oh, dan gaan ze die paladin zitten snijven. Die paladin heeft het schild, dat is nice. Oké. Okay. Ze komen er daar al door. Paladin, je moet het hier alleen af, jongen. Ga door je gnol. Shit, ze zijn er al bijna. Nee. Ik heb instant heal. Zie maar eens voorbij mee te komen, you bitch. Nee, ik kon het niet redden. Zo, paladin, waar ben je? Nee, Piet. Of Karel. Jarkie. Ik denk dat ik ook nog moet gaan beginnen met die dingen, want ja. Dood. Hup, doe dood. Hup, kom op, hup. Ik geef even die nonsens van jullie. Nee, ik ben dood. Ik let er niet op. Poepscheten. Oké, ga er maar in. Huppakee. Oké, ben ik ze nog voor? Ja. Oh mijn god, het gaat gewoon niet goed komen. Dit gaat gewoon niet goed komen. Ja, ik ben weer dood. Ja, ik moet ze zo wel aan. Dat kan gewoon niet anders. Ik heb anders geen idee hoe ik het moet doen. Ja, doei doei. Dit moet op apprentice. Dit is een te moeilijk level. Want ik heb niet genoeg geld om al die traps te verdelen. Ja, dat vind ik het. Ik weet het. I know. Retryon apprentice. We gaan er niet langer mee bezig zijn dan moet. Ja, de decoy, ik weet het. Als ik gewoon een level niet wil op, dan doe ik het gewoon op apprentice, jongens. Dat kan. Het is ook nog steeds wel gewoon deel van de game. Dus wat dat betreft. Alleen, ik moet eerst dus die pallet en die moet ik eerst goedkoop maken. Anders wordt het helemaal niks. Oké, dit zo. En dan die dingen, ja. Decoy, dat vind ik helemaal niks. Dat gaan we gewoon niet doen. Die dingen, ja, die wil ik sowieso. Hebben we nog wallblades eigenlijk? Oh ja, die hebben we al, oké. Okay. Even kijken, wat wil ik dan nog? Oh ja, die natuurlijk. Springtags hebben geen reet aan, dus laten we dat maar niet doen. Dit is ook goed poep. Wat had ik allemaal dan? Wallblades heb ik heb die dingen. Archer Guardians, die zijn hier heel goed. Steam traps, nee. Die dingen ook niet. Laten we gewoon die doen. En laten we gewoon... Nee, die hebben we helemaal niks volgens mij. Geen ene fluit. Ah ja, sticky traps, why not? Oké, dan. Eens even zien. Ja. I don't know. Laten we maar gewoon hier dan wat gaan plaatsen dan, denk ik. Ja. En dan zo een melange van traps neerleggen. Oké. Picnic time. Yeshua. Oké, goed. Go. Oh, ze komen hieruit. Oké, nou, dat is goed dat ik dus... Van de trap hier heb geplaatst. Maar dit is apprentice, dus dit moeten we wel gewoon halen. Anders weet ik het ook niet meer, hoor. Volgens mij is het headshot area ook groter bij apprentice. Volgens mij moet je bij die War Mage moet je helemaal exact op de hasses raken en alles. Volgens mij is het wel zoiets als dat. Tenminste, I think so. Zeg, laat het eens even, wil je? Popsicle time. Ga maar dood. Jullie gaan ook maar even dood. Oké, dan. Goed, laten we nog even dan wat extra van die dingen plaatsen. Want die zullen we nodig hebben. Oké. Want zeg maar, dit poisons de orks. En dit doet nog meer damage. Dus
Oké, komen ze daaruit? Nou komen ze ook maar uit één ding volgens mij, dus... Ben ik wel blij om in één keer. Zie hoeveel damage dat vuur doet, dat is echt, echt wonderlijk. Oké, jongens, laat het ze even wel, ja. Ik vind dat vuur echt genius, gewoon. Rift. Wij willen een rift hebben. Nee, dat mag niet van mij, jongens. Dus kom op, heb douche dood. Snipe. Oké, goed. Even zien dan. Dan moeten we meer traps. We hebben meer nodig, want ze komen langs de zijkant. Dus dan denk ik... Dat en dan denk ik dit. En hetzelfde geldt aan deze kant. Dan denk ik dat en dit. Holy shit, oké. Nou, die dingen doen wat ermee. Daar hoef ik me niet echt druk over te maken. Ga dood. Doe dood, kom op, hup. Oh, wat voor gepraat hoor ik dan in godsnaam. Duh. Ik praat tegen iemand of zo volgens mij. Wie de fuck is dat nou weer dan? Dood. Ja, ik weet dat ze in de East Hall zijn. Ik moet er eerst hun doden. Denk je nou? Hoppakee. Woesh, woesh. Ja, yeah, they are in the East Hallway. No, they were in the East Hallway. Even zien. Oké, ik moet nog wel even die extra traps doen, want... Dat is key. A little present for you. A little present for you. Yes, my good friend. Even zien. Oké, en nou gaan we weer met dit systeem, zeg maar. Of... Oké, zo. En dan doen we... ja, zo. Kijk, en dan hebben ze om en om, dat is grappig. Oké, ik moet aan die kant gaan ondersteunen, want aan die andere kant hebben we meer traps, dus ja. Oké, doe maar dood, jongens. Huppakee. Denk je wel. Denk je wel. Met je vuurhoofd. No Hunter gaat toch dood, man. Je hebt het zo slecht. Vuur. Hallo. Ik kom dus aan vuur. Woesh, alles dood. Kijk, hier is nog geld dan volgens mij. Of niet? Waar is daar geld daar? Dan is er geen geld. Even zien. Denk stel, Ronald. Ja, ga maar lekker branden in de hel. Goed zo. Nou, ze hebben 105. Zo. Ik vind Oxmas daar echt een geweldige game. Oxmas daar 2 kun je volgens mij met z'n 2 doen. Dus misschien ga ik dat wel met iemand anders doen. Dat denk ik wel cool eigenlijk. Dat klonk als een swatchje naar dit. Dit is voor traps of zoiets. Dat klonk ergens aan als swatchje naar. Klaar met jullie zo. Ja. Coming. Laat mij door. You shall not pass, Gandalf. Jij ook niet. Geen sneaky little orcs. Jij ook niet. Oké. Okay. We hebben hier meer traps nodig, want ze komen erdoor. Dus dat is niet zo mooi. Oké, dat is prima, denk ik. Komen ze weer van beide kanten? Dat is no problem. Dan ga ik ze toch even ondersteunen hier. De traps. Kom maar, jongens. Kom maar. Ik wens jullie heel veel plezier. Kijk, woesh. Branden. Ik wou net zeggen, branden. Hey. Ze raken gestunt door de brand of zoiets. Ik weet het niet, maar het is grappig. Gnolhunters zijn echt zo slecht, hè.
Ik word zo goed bij die Fire Belt. Dat ding is gewoon OP. Woesh, dat ding is echt zo overpowered. Not normal anymore. Bam! Bam! Oké dan, even kijken. Dan moeten we hier weer van die traps gaan doen. Even zien zo. Meuk, meuk. Meukosaurus, meuk, meuk. Oké, nou even weer van die dingen. Oké, en dan even weer van deze, hè. Zo. Dit is grappig. Kijk, mijn traps dan. Genius. Even zien zo. Ja, oh, koolboltrouwers. Ik wens ze echt heel veel succes. Woesh, wat een instakant op het vuur. Dat is grappig. Kom maar jongens, kom dan. Goochie, goochie, koe. Goochie, goochie, koe. Het lukt jullie niet. Even zien zo. Vuur. En vuur. 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 Jullie zijn gewoon pathetic. Echt, serieus man. Ga nou eens echt even pro doen, wil je? Ja, eens even zien. Nou, dit maar vol spammen dan met die dingen. Ik heb nog geen Armored Orc gezien, maar het. Kan aan mij liggen. Oh, snipers. Aha. Niet dat ik daar bang voor ben of zo. Jullie staan daar wel lekker met z'n allen op een kleutje. Dat vind ik wel wat hebben. Oké, jou even bevriezen zo. Oh shit. Niet toch. Eerst al die orks om jou heen even uitschakelen, wil je? Yo, dood. Doei, doei, Tristan. Wat? Oké, dat deed damage, maar het killde hem niet. Oké, goed. Oké, dan. Mijn traps gaan echt goed. Ik moet even healen, denk ik. Oh, wacht. Ik heb nog een potion hier liggen. Nom, 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 nom. You stand no chance against the mighty mage of Gandalf. Of zo. Dit is Gandalf toen die klein was, hè? Ja, geen grapje. Lord of the Rings feiten. Haha, nu brandt. Ja, nu ben je heel sneu. Ja. Ja, jij ook. Je wordt ook heel sneu nu. Brand toch een eind over mij heen. Tralalala. Is niet dit liedje of zo? Nee, wel. Nee, zo. Eens even zien. Oké. Meer van die traps. Ja, sure, why not? This will be good. Indeed. It will be good. Yeah, kijk eens aan. Get at it. GG, als ze hier langskomen. Ik wens echt zoveel succes, hè. Ik heb de traps hier een beetje verwaarloosd, maar ach ja. Ik wil zelf ook nog wat te doen hebben, ha. Leuk dat hij niet eens schiet. Ik sta fucking stil, man. Can't you touch me? Brand gewoon. Ik brand ze gewoon op. Kijk hier, brandhout. Geweldig, dit. Moet je kijken, ze komen niet eens voorbij al die traps, hè. Al die orks. Moet je eens zien. Oh, wat een zielig soortje, toch. Oh, dit is gewoon sneu, dit. Maar kijk, ze waren nog niet eens daar gekomen. What the fuck, man. Even kijken, nu ga ik daar even mijn traps beter maken, denk ik. Even kijken, wat moet ik ondertussen hebben? Oké, ik moet die. Dit zijn echt serieus allebei de beste traps in de game. Dat is no doubt about it, echt. Boom. Waarom hebben die orks die dingen neergezet? Die dingen die instakillen, ja. Logica. Maar ik speel dan ook wel op apprentice, hè, maar... Als het gewoon één keer niet lukt op normal mode, dan ga ik gewoon op apprentice. Dus anders ben je te lang bezig, want die levels zijn gewoon te lang. Ik heb echt geen zin om een 30 minuut aflevering Orcs Must Die te hebben, echt niet. Dat wordt het saai, vind ik. Gewoon max 20 minuten, vind ik. Anders is het gewoon saai en boring en zo. Komen ze er langs? YOLO, dat kleine stukje. Lutser. Nou, loser eigenlijk. Hè. Lutser, dat is van Faco Games. En dan mag ik niet zeggen, wat ik kreeg hier weer. Jij hebt Faco Games. Nee. Echt, laat gewoon iemand iets zeggen als hij dat wil, man. Oké, goed.
Ja, branden. En branden. Branden. Ja, brand maar lekker. Oh, daar hebben we die armored ork. Ja, brand jij ook maar dan. Oh, kijk, het begint nou een beetje te komen hier, zo langzamerhand. Dood ding, echt serieus. Shit gek. Oh, ik had hem bijna dood, hè. Hup, dood. Bitch. Oké dan, health pushen. Goed dan. Is die er nog? Ja. Niet dat dat zo eraan de dijk zet, eerst zo'n armored ork. Yes! Achievement unlocked, keep master. Victory, oh, 2 skills. Ja, dat is apprentice, dus dat is dan ook maar zo. Oké, campaign menu. Is even zien. Oké, wel. Oeh, rebirth gaan we de volgende keer doen. Oké, maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om even een like achter te laten. Holy shit, we hebben echt veel gekild vandaag. Maar goed, vergeet niet om een like achter te laten. Als je dit een aflevering is die je leuk vond of zoiets. Je kunt ook altijd even abonneren, want dan krijg je de nieuwe video's automatisch in je subbox. En het helpt mij ook echt enorm. Je kunt me ook even volgen op Twitter. @shadowgames23 jongens, want daar zie je altijd wanneer er een nieuwe Arxmas Live video geüpload wordt. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.